We hebben hier een vis die we gaan klaarmaken, Marie-Claire. Mm-hmm. Een kabeljauw is het, geloof ik, klopt dat? Ja, dat is een soort van kabeljauw. Dat noemt men nu wel een skrei. S-K-R-E-I. En dat is een vis die in Noorwegen gevist wordt. Ah, zo. In een heel specifieke periode van midden februari tot ongeveer april. Wordt ook de lovefish genoemd, omdat die telkens ongeveer rond Valentijnsdag op de markt komt. Maar dat is wel een kabeljauw. Dus in feite, mm-hmm. hier doe ik het met skrei, maar je kan het met gewone kabeljauw. Of je kan eender welke visfilet gebruiken. Ja. En hoe ga je het klaarmaken? Eerlijk gezegd, een van mijn favoriete manieren om vis klaar te maken. En ook een van de snelste, dat is van je visfilet even te stomen. Mm-hmm. En ik ga hier, ik heb in mijn keuken een Bauknecht multifunctionele microgolfoven staan. Mm-hmm. Met een specifieke stoomfunctie. Dus dat wil zeggen dat mijn filet hier gewoon een klein beetje water onderaan en mijn filet gaat ongeveer in 2 minuten gaar zijn. Ah ja. Waarom? Dus dat is eigenlijk een microgolfoven waar je mee gaat stomen. Ja, dus je gaat combineren. Ja, de microgolf gaat het water opwarmen. En dat ga je trouwens zien als ik die ga opzetten. Ga je in het begin vierkantje zien waar er eigenlijk niks gebeurt. De oven is aan het opwarmen. Ja. En van zo gauw het water opgewarmd is en er stoom gaat gegenereerd worden, dan begint die af te tellen. Oké, zie je? Dus dan begint die te werken. Ja. Maar wat ik hier ook wou zeggen, heel bewust heb ik hier op deze vis niks gedaan. Geen zout, geen peper, geen olijfolie. Gewoon, helemaal niets. Helemaal niets. Gewoon mm-hmm. om die natuurlijke smaak naar voren te laten brengen. Dus, ik zet die hier even in de oven. En ik kies die stoomfunctie. Ik zet hier 2 minuten. Voilà. Ik duw op start. En zoals ik zei, ga je hier zien dat de oven aan het opwarmen is. En van zo gauw die stoom gegenereerd wordt, dan begint die af te tellen. 2 minuten, 1 minuut, 59, 58 enzovoort. Dus eigenlijk op iets meer dan 2 minuten heb je een lekkere, fit gestoomde vis. Absoluut, ja. Dus heb ik. En onze vis is klaar. Voilà, kijk eens. Mm. Mooi wit. Ja. Ongelooflijk, hè? Op zo'n korte tijd. Ja. En nu ga ik dit eventjes op een bord leggen. En zoals ik zei, gaan we daar een klein beetje zout op aanbrengen. Dit noemt fleur de sel. Dat is het bovenste van de korstlagen. Dat geeft altijd dat hele lekkere zoute smaakje, maar zonder mm-hmm. te gezouten te zijn. En dan een klein scheutje extra vierge olie. Dus geen botersausjes of zo, gewoon heel eenvoudig. Nee, helemaal niet. Nee. Zodat de lekkere smaak van de vis goed tot zijn recht komt. Ja. En dan hebben we hier nog een klein beetje peper. Voilà. En wie vis zegt, zegt ook citroen of limoen. Dus ik ga hier dan nog een kwartje limoen aan toevoegen mm-hmm. voor de smaak en ook voor de kleur natuurlijk. Ja. Kijk. Zo. Kijk eens. Heerlijk.